Ja, mensen, contradicties in de samenleving vind ik altijd heel interessant om weer te geven. En dit is er weer zo eentje. Nou, daar zit de Jumbo. En wat is nou op het nieuws gekomen? Dat de Jumbo 1% van de omzet verliest aan diefstal. 100 miljoen euro per jaar. Maar wat denk je zelf? Dat je overal nu scankassa's hebt. Mijn tas werd laatst gecontroleerd toen ik dus bij die scankassa's wegging zonder iets te kopen. Want er was een hele lange rij. En ik moest de trein halen in Leiden. Maar dat is dus de bullshit van deze maatschappij. Eerst gaan ze alles digitaliseren. Dus zelf scankassa's, hè, omdat ze van het contant geld af willen. Dus ze maken dieven gewoon hartstikke makkelijk. Want er staat vaak maar één of twee dames staan daar. Nou, ik heb zelf met eigen ogen gezien hoe iemand bij de Albert Heijn gewoon allemaal frituurvet stal. En het is behoorlijk duur, zoals jullie weten. Het gaat al gauw om 50 euro of meer. En ja, die vrouw schreeuwde wel, hé, niet doen, niet doen. Maar die man rent gewoon weg. Zit niet eens hij hoeft er niet eens door een poortje, zowat. En die poortje kan je ook makkelijk meegaan met iemand anders. Dus ik vind het heel triest dat er zoveel gestolen wordt. Maar het is ook gewoon zo, dat komt gewoon door die zelfscankassa's. Is het gewoon veel makkelijker geworden om te stelen. Want sommige zelfscankassa's afdelingen hebben zelfs gewoon iets van 15 van die kassa's. Ja, en er staat één dame of twee dames bij. Die moeten iedereen controleren. Die moeten heel alles in de gaten houden. Dat is niet te doen. Dus Jumbo, heel triest, maar stop gewoon met die zelfscankassa's. Cash, geld, hou het in leven. En anders is het ook gewoon een vorm van, ja, meewerken aan je eigen ondergang. Dat is mijn mening.